Ik sta tot aan mijn knieën in de stront, maar ik voel me zo relaxed. Anyway. Ik hoop ook heel erg dat Erwin op een of andere creatieve manier gewoon alleen de uitspraak ik sta met mijn knieën tot de stront, maar ik voel me zo relaxed ergens in kan werken. Games, I love you so. Daarom maken wij deze show. We praten graag over games. Welkom bij Game Bites. Welkom bij Game Bites 253, opgenomen op 10 oktober 2013, ik ben Erwin Vogelaar. En de menigte is eindelijk voor Bastiaans huis vertrokken, dus hij is er weer. Ja. Bastiaan, vroeg op. Oh, ik heb vorige week in totaal denk ik iets van 10 uur die hele werkweek geslapen. Het was echt heel erg. Maar ik vind het leuk dat jullie er weer zijn. De menigte is nu naar Kampen vertrokken, want Harry heeft een review over de Wind Waker geschreven. Ariol? Oh, dan gaan we toch op remmen. Ja, fakkels en hooivorken voor mijn deur. Ja. Ja. Ja, hallo, ik ben blij dat ik er weer ben. En onze gast op YouTube kennen ze hem als Arjan.org, maar voor ons is het gewoon Arjan Lindeboom. Hey, hoi, hallo, ik ben Arjan. En jij komt onder andere praten over, nou laten we er direct mee beginnen, want afgelopen tijd heb jij veel gestreamd en allemaal één spel, namelijk Terraria. Even heel snel voor de mensen die Terraria niet kennen, dat is dat leuke indie game dat heel erg lijkt op Minecraft, maar dan in 2D en meer richt op exploratie in plaats van bouwen. Dat is wel de korte samenvatting. Er is nu een update, 1.2, vertel. Oh, nou, dit had hij net zo goed Terraria 2 kunnen noemen, of in ieder geval als DLC mogen uitbrengen. Maar de Relogic, dat is de man, ik weet niet, voor mij die Alex, even uit mijn hoofd. De man van achter Terraria heeft begin 2012 gezegd, jongens, ik doe geen updates meer. Ik ben het zat, ik ga iets anders doen. Ik heb allerlei andere projecten lopen. En daar kreeg hij de hele menigte over zich heen toen hij uiteindelijk bekend maakte dat hij consoleversies ging maken. Dus ja, hallo, je gaat wel consoleversies maken, maar in de PC-versie nog zoveel mis. Maar ja, goed, wat wil je met een spel dat zo omvangrijk is als Terraria? Er zijn altijd al bakken met bugs. Ja. Maar waarom ga je dat nou niet eerst fixen? Nou, dat het leek alsof het een poosje stil bleef, maar uiteindelijk kwam het bericht, volgens mij begin dit jaar, dat hij toch bezig was met een 1.2 update. En wat voor een is het? Het is niet te geloven, de lijst met bugfixes is groot, maar de lijst met nieuwe dingen is bizar. Zijn het dan vooral nieuwe items? Of? 1000 nieuwe items, een hoop nieuwe mobs, een hoop nieuwe biomes. Het voelt alsof er gewoon een keer zoveel... Er komen al termen langs. Biotopen, dus klimaten. Okay. Dus je hebt ondergronds allerlei verschillende klimaten. Hier komt net zo'n Spelunky dus eigenlijk. Spelunky? Nee, zullen we tot het einde van de podcast het woord Spelunky niet laten vallen? Is... Voor één aflevering, alsjeblieft. Ik dacht, beloofd niks. Maar ja, goed, daar ben je natuurlijk wel heel veel mee bezig met Spelunken. En ja, het is... nee, maar het is echt krankzinnig hoeveel daar aan toegevoegd is. En ik had eigenlijk besloten om het nooit meer te doen, want ik heb echt daar de meeste uren in zitten. In Terraria, in mijn hele Steam library, volgens mij, als het om uren gaat. Langer maar dan Minecraft? Nee, ja, maar Minecraft staat niet in Steam, dus daar kan ik niet meten hoeveel ik daarmee gedaan heb. Maar in ieder geval, als het om Steam games gaat, en daar heb ik echt Terraria, had ik echt wel iets van, ik denk 80 uur in zitten. En dat is, het is bizar. Bizar hoe zeer me dit pakt, zeg maar. Want er is zoveel nieuws dat je bijna om elke hoek iets anders tegenkomt. De mobs die je tegenkomt hebben ook allemaal wat meer random skins. Dus je kunt nu, ik weet niet hoeveel varianten van een zombie tegenkomen, waar het eerst gewoon één was. Dus de wereld zitten meer kleine details, meer verschillende meubeltjes, meer... Als je ergens een luchteiland tegenkomt, een van de zwevende eiland op een wolk, waar een huisje op staat, dan is daar een volledige inrichting in die stijl, in aparte blokken, aparte... Het hele spel heeft gewoon, voelt nieuw. En dan heb je ook nog eens een keer... Dat de originele soundtrack van de 11, 12 tracks in zaten. Ze staan al in Spotify ook. Er zijn nog iets van 13 tracks aan toegevoegd. En die zijn ook super catchy.
Dus ik zit gewoon de hele tijd een beetje zo, een beetje heen en weer te wiegen als ik dat aan het spelen ben. Het is gewoon super lekker. Wat is het doel precies? Want ik zit te kijken naar de video en het ziet eruit, het ziet er geweldig uit. Als een soort 16-bit on steroids side-scrolling avontuur. Maar wat, is het echt, is het zinloos of is het een loot game of is er een verhaal? Wat is het? Nee, ja, het is wel een loot game in zekere zin. Er wordt heel vaak vergelijking met Minecraft getrokken, maar ja, je gaat caven en je gaat dingen vinden. Maar daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op. Want je gaat graven op zoek naar mooie spullen en je werkt in gradatie, zeg maar, jezelf een weg omhoog. En je start in de normal mode, waarin je, ik weet niet hoeveel bazen kunt verslaan. En om een baas te kunnen verslaan heb je bepaalde armen nodig. Daarvoor heb je erts nodig. Dat zit daar in de grond ergens. Dus daar moet je naar op zoek. Als je dat erts hebt, dan kun je wapens maken die je specifiek die baas mee kan verslaan. Heb je die baas doodgemaakt, dan laat hij een hele bak nieuw erts vallen. En dat erts kun je gebruiken om nieuwe materialen mee te maken. Om bijvoorbeeld de baas mee te kunnen verslaan. En daar heb je ook weer de volgende tier armor voor nodig en wapens. En zo zijn er ontelbaar veel ertsen in het spel. Dat is niet te vergelijken met Minecraft. Heeft 4 ertsen of 5. Dit spel heeft er, 15. Ik zeg maar wat. Maar superveel. Dus je kunt bakken met spullen maken. En dan ben je uiteindelijk zover dat je de eindbaas verslaat. In normal mode. Dan verandert de hele wereld. En de dynamiek waarin de wereld gaat werken. De wereld is op een bepaalde manier ziek en corrupt. En die corruptie, die ziekte, dat gedraagt zich in het begin nog als een soort biome. He, je loopt van sneeuw naar woestijn. En ineens ben je in de corruption, zoals het altijd. En dan gebeurt verder niks. De corruption is gewoon een hele gevaarlijke, duistere plek. Maar als je de eindbaas verslagen hebt, dan breidt de corruption zich uit als een soort van ziekte over het land. Als het ware. Dus woestijnen worden corrupt. En heel langzaam gaat dat, naarmate je dagenlang in het spel zit, kruipt dat op. En er komt een nieuwe bions bij. De bazen die je eerder hebt verslagen, die blijken nog boze broertjes te hebben. En die moet je zien te verslaan. Er komen nieuwe ertsen in de wereld. Dan ben je dus nog lang niet. De value for money die je krijgt, voor de 10 euro die je er normaal voor betaalt, dat is al gigantisch. En als je dan nog eens bedenkt dat spel, voor mijn gevoel, één keer in de twee maanden op Steam met 75% korting staat, pak je voor €2,50 mee. Nou, ja, tenzij je gevoelig bent voor games die als een soort van crack werken, dat heb ik dan weer, moet je dat gewoon oppikken. En het is gigantisch leuk. En ja, goed, ik heb het meteen opgepakt. Ja, ik ben inderdaad veel gaan streamen. Ik had er al een serie te maken erover. Ik heb enorm de smaak te pakken. Het voelt echt als een nieuw spel. Grappig is, ik bedoel, ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik kan er zelf helemaal niet in komen, maar dat ligt misschien ook een beetje aan mij. Nee, mag je even onderbreken erin? Ik ben naar een punt aan het werken. Ja, nee, laat mijn punt af. Mag je me vertellen waarom ik het helemaal mis heb? Maar als ik nu zo naar je luister en ik hoor je gewoon het spel beschrijven, en het klinkt gewoon als Diablo. Van je verzamelt, je verzamelt nieuwe loot. En dat is inderdaad de ore die je steeds weer krijgt. En daar maak je dan weer nieuwe dingen van. Wat normaal de dingen is die dingen zijn die je vindt. Even slaat weer nieuwe bazen. En je vindt weer nieuwe loot. En je gaat weer naar boven. En het is echt gewoon een beetje dat constante proces van beter worden en sterker worden. Maar dan in een ontdekkingsgame in plaats van een actiegame. Ja, en er zit nog een enorme schattigheidsfactor aan. Plus dat je inderdaad, naast dat je je armor slots hebt waar je spullen in doet, waardoor je karakter verandert, ook social slots hebt. Die bijvoorbeeld als jij zegt, ik vind mijn gouden pakje mooier dan mijn platinum pakje. Of mijn, weet ik veel, wat voor pakje je allemaal hebt. Adamantite pakje. Dan kun je zeggen van, nou weet je wat, ik zet mijn gouden pakje in het social slot. Dus dan verandert je look, zeg maar, naar die van het gouden pakje. Terwijl je eigenlijk in je equipment, zeg maar, het adamantite of platinum pakje hebt. Maar dat betekent dus ook dat je bijvoorbeeld door een baas te verslaan kun je een ninja pak krijgen. Dus je kunt ook als een ninja rondlopen. Er zijn kisten te vinden waar Zelda, waar Link's kleren in zitten. Dus het groene pakje met het groene mutsje. En het heeft natuurlijk al een beetje een soort Japanse look. Dus je speelt er gewoon meteen met Link als je dan dat aantrekt. Dus er zit ook nog eens die aantrekkingskracht van al die andere onzinnige dingen in die je kunt vinden, maar die je toch wel wil vinden, omdat het er is. En, ja, Diablo, en dat is gewoon Diablo. Ik wil een dingetje vinden. Dat ziet er grappig uit, dat ziet er cool uit. Je hebt 100.000, ik weet niet hoeveel wapens je kunt vliegen. Je hebt vleugels op een gegeven moment, werpkettingen, dingen die je dubbel laten jumpen, dingen die je langs muren omhoog laten klimmen.
Ja, je kunt geen nieuwe zin of het zit er wel in. Dus het is echt krankzinnig hoe zeer dat spel is uitgebreid. Maar de moeilijkheid, om even in te haken op waarom heel veel mensen het van begin af aan afhaken. Als je het voor het eerst speelt, het is heel veel. Er zijn duizend dingen bijgekomen, maar je moet natuurlijk niet vergeten wat er al in zat. Het is echt bizar. En er is wel, en ik zal het zo even opduiken, misschien als mensen het interessant vinden, is het leuk om het linkje misschien in de show notes op te nemen. Maar er heeft iemand afgelopen week of vorige week op Reddit een soort van beginner's guide to Terraria gemaakt. Waarin hij heel simpel uitlegt, ja, je hebt eigenlijk nu eerst een houten pakje nodig en daarna ga je zoeken naar erts of naar ijzererts of lood. Dat zijn de basisstoffen en dan ga je diep materialen maken. En hij legt heel globaal puntsgewijs even uit hoe je dat kunt aanpakken. En dan voel je je niet meer zo verloren als je daar voor het eerst in zit. En het is helemaal geen lang document. Het is gewoon heel stapsgewijs. En ik heb het nu al een paar keer aan mensen doorgegeven die inmiddels afgelopen twee weken helemaal hoekt zijn geraakt aan. Maar dat heb ik een paar keer gedaan. En die beginstappen van dit spel voelen toch, ik bedoel, de vergelijking maken voelt misschien wat flauw, maar dat voelt weer heel erg als Minecraft. Van, oh, ik moet weer iets van hout zoeken. Oh, dan moet ik iets van steen zoeken. Oh, dit heb ik wel in een ander spel gedaan. Waar doet me dit toch aan denken? En daardoor haak ik eigenlijk al af. Ook al weet ik dat er ergens een verre belofte is van uiteindelijk gaat het zijn eigen kant op en krijgt het zijn eigen gevoel. Maar ja. Ja, maar het is alleen mijn krachten in een schijnbaar, het is die wereld is niet oneindig. Er zit nu ook een map-functie in. Dat zat eerst ook niet in. Dus je kunt echt uitzoomen naar een totaalmap waarin je de hele wereld kunt zien. Alles wat je verkent, dan kun je bekijken. Nou, dat vind ik een prachtige toevoeging, want ik verdwaal altijd. En dat is nu geen issue meer. Dus dat is echt een fantastische toevoeging aan het spel. Maar het heeft behalve mijnen en craften, weinig, eigenlijk niks met Minecraft te maken. Maar dat is wel de eerste klik die je daarmee legt. Ja, dat lijkt wel heel erg zo. Ja, nee, dat is moeilijk om voorbij te komen. Oh, en wat ik ook echt heel erg vind, is dat, in ieder geval in het begin hoor, misschien wordt het allemaal beter en dat ga je me allemaal geit vertellen, maar wat is vechten doodsaai in dat spel? Het is echt, je houdt de muisknop ingedrukt, je zwaard draait halve rondjes en alles gaat dan dood wat voor je staat. Of jij gaat dood en dan kun je potions gebruiken. Ik bedoel, ik heb ook Koreaanse MMO's gespeeld. Dat was ook grindy. En, ja, was die allemaal weet je. Nee, maar je hebt op een gegeven moment werpkettingen waarmee je zeg maar, aan het plafond kan hangen en zeg maar, schachten kunt, of hoe heet het, van die kloven kunt overbruggen die je normaal gesproken niet over kunt. Maar die kun je weer upgraden, zodat dat ding wat je het uiteinde van die ketting een wapen wordt, zodat je het ook kunt uitslingeren over alle kanten op. Je hebt boemerangs, je hebt pijlen en bogen met alle kleuren van de regenboog, met allerlei bijzondere effecten. Je hebt lightsabers die echt. Ze noemen het face blades. Het zijn gewoon lightsabers. Face blades. En ze hebben echt het geluid van Star Wars lightsaber. En ja, dat soort leuke knipoogjes. Er zit zo ontzettend veel in aan wapens. Alleen in het begin, maar daarom ben ik het ook gaan streamen. Ik doe echt geen serie meer van. Want je moet, voordat je eens een keer wat vooruitgang hebt geboekt, ben je wel even een uurtje bezig, zeg maar. Dus als je kunt beter, bij wijze van spreken, als je wil zien wat het spel te bieden heeft, de vierde of vijfde stream kijken, dan heb je een beetje meer, dan zie je wat meer gebeuren. Ja. In het begin is dat inderdaad nog wel, dekt dat nog die indruk. Maar er zit zo veel in en je komt er stap voor stap steeds dichterbij de meest fantastische spullen. Weet je wat ik denk dat ik ga doen trouwens? Want ik denk dat ik gewoon lekker ga wachten tot die iOS controllers er zijn. En dan ga ik gewoon de iOS versie spelen. Gewoon met een gamepad in de trein. Ja, dan kan ik slechte combat gewoon wel tolereren. Want dan ben ik toch met mijn gedachten ergens anders. Dat is wel even een ding. De iOS-versie, of de console-versies, die hebben niet voorlopig, op dit moment volgens mij nog niet bekend, dat er überhaupt die update komt die de PC-versie gehad heeft. Dus de console-versies zijn zeg maar net zo ver als de PC-versie toen het de laatste update uitkwam in februari of zo 2012. En die gigantische update die de PC-versie nu heeft gehad, die komt volgens mij niet op consoles. Dus, en die, uitgerekend die versie, is echt een stuk minder aantrekkelijk dan de nieuwe. Ja. Maar goed, over games met een update en het groene pakje van Link gesproken. Harry. Oh. Ja, Harry. Nou, ik heb Zelda The Wind Waker, de HD remake gespeeld. Ik vond het echt geweldig.
Echt, ik heb ontzettend veel plezier mee gehad. Het spel is... Dus, ik bedoel, ik vond hem al mooi op de GameCube-versie. En ik vroeg me af, zoals iedereen, van waar maak je dit HD? Maar ja, het spat echt van je scherm af. Het is zo kleurrijk en zo solide. En de Wii U hoeft geen moeite te doen om dit allemaal op zijn scherm te toveren. En dat is maar goed ook, want er zit gewoon geen hapering in. De vormgeving, ieder detail in die wereld is gewoon schitterend. Ja, en het speelt gewoon best, voor als je nagaat hoe oud dat spel is, speelt het nog gewoon hartstikke goed. Wat kleine dingetjes in, maar ik heb er echt heel erg mee vermaakt. Als ik je zo hoor, Harry, als ik je zo hoor, dan klinkt het echt alsof je dit spel gewoon een dikke 10 zou geven. Heb ik daar gelijk in? Nou ja, is dit iets? Ja, nee, ik ben daar eigenlijk wel van overtuigd. Als jij dit spel van een review moest voorzien, als ik je zo hoor praten, daar zit geen twijfel meer in. Dat is een, nou, geen 9,5 of een 10, toch? Ja? Heb jij mijn recensie gelezen, Bas? Nee, hoezo? Je hebt een recensie geschreven. Waar staat die? Het grappige is, ik heb op gamer.nl dus een recensie geschreven. En ja, ik vond het gewoon een 8 waard. Het was echt zo goed dat ik het een 8 waard vond. 8 is een heel hoog cijfer. Ik bedoel, het is... Horen jullie hoe hij zichzelf heel hard probeert te overtuigen? Terwijl nee, het ik... Nee, maar weet je, ik kreeg ontzettend veel bagger over mij in de comments. Op een feit. Nou, en, maar een paar reacties. Nee, echt, ook op Twitter. Echt, was echt heel erg. Daarom is mijn clouds vroeger zo hoog. Nee, maar waar ik erg om moest lachen. Ik heb echt dubbel gelegen. Eerlijk waar, toen ik die reacties lag. Wat een van de dingen waar ik een opmerking over maak. Is in het spel zit een bijfiguur. Die heet Tingle. En die heeft ook nog zijn eigen game op de DS gekregen. Die ik ooit heb moeten recenseren. En dat was een vreselijk stom spel. Maar Tingle is een volwassen man die graag een veetje wil zijn. En zichzelf daarom in een veel te strak groen pak hult. En hij is een soort Tron guy, dus hij is veel te dik daarvoor. Mm-hmm. En het is een creep, sorry, er is geen ander woord voor. Het zal misschien Japans cultureel bepaald zijn dat dat heel schattig en acceptabel is. Maar ik vind het een enger. En volgens mij ben ik niet de enige. Maar goed, ik had dus eigenlijk als een van de minpunten opgenoemd. Tingle is een enger die uit de buurt van kinderen gehouden moet worden. Nou ja, dat schijnt dan niet te kunnen. En verder snap ik het eigenlijk niet zo goed, want ik heb een beetje het gevoel dat de mensen die er boos op reageerden dachten dat ik alle Zelda's ooit recenseerde met die 8. Zo van, ja, maar het is Zelda en dan geef je dat toch geen 8, want het is Zelda. Of ja, er is ook iemand, ik weet niet wie dat zei, van ja, je kan daar toch niet zo naar kijken, want de Godfather, daar doe je toch ook niks nieuws in aan toevoegen. Ja, als hij dat op Blu-ray uitbrengt, dan is het toch ook niet opeens een mindere film. Ja, wie zei dat ook alweer? Ja, ik vraag het af, ik heb geen idee. Zullen we verder? Maar ik vond dat op zich wel een interessant argument. Ik dacht nog na van, ik moest even zoeken, waar zit de fout? Nou, dat was op zich wel vrij overduidelijk. Het punt is namelijk, als jij een spel speelt, dan los je puzzels op. Dan ben je actief bezig. En net als dat jij een puzzel, als je die 2 keer oplost, weet je hoe die gaat. Dus dan verliest het aan waarde. Terwijl een film is een emotionele, empathische reis met de personages. En dan, ja, dan die kun je 1000 keer maken zonder dat je daar een extra... inspanning hoeft te leveren of een extra uitdaging uit hoeft te halen. Dus ik vond het best wel een hele naïeve en gewoon niet zo heel erg goed argument van die naamloze criticaster. Ja, oké. Hey, maar ik niet dat ik het ben, maar ik ga er even een reactie op geven. Want ik denk dat deze persoon, en we moeten even opzoeken wie het is, zodat we in de credits kunnen zetten. Maar meneer X. Ik denk dat meneer X jou probeerde te vertellen, Harry. Is als je een review schrijft over een spel als dit. En ik moet eerlijk zeggen, meneer X en ik hebben het een en ander gemeen. En meneer X was je ook een beetje aan het trollen. En meneer X kreeg daarna opeens allemaal privéberichten van mensen die dachten dat hij heel serieus boos was met een reviewcijfer. En meneer X heeft jou daarna een bericht gestuurd van, hey Harry, je weet toch dat meneer X een grapje aan het maken is? En meneer X zei van, oh ja, half. Hoe dan ook, meneer X. Wacht eens even. Je weet al heel veel informatie. Ja, meneer X, ik maak zijn foto's. Oh ja. Het is natuurlijk gewoon. De vraag is natuurlijk of het leuk is om te bedenken. Van hey, Freek, als je een spel als dit bespreekt, kijk je er dan naar als een. Als iemand die gewoon hardcore gamer is en waarschijnlijk deze versie heeft gespeeld en de gemolde versie en heel veel ervaring heeft met dit spel? Of benader je het altijd als. Benader je het voor iemand die zeg maar dat product voor het eerst bekijkt? Ik bedoel. Dus voor mij is het. Laat me uitpraten.
Wow. Wat gebeurde daar? Nee, maar hij is als groot Zelda-fan is natuurlijk van, hij is verrekt, er zit niet heel veel nieuws in. Dat is jammer voor mij, want dat had ik er wel bij gewild, want de oude content ken ik al. Maar als ik mijn jonge zusje van inmiddels 16 dat spel laat spelen en zij heeft nog nooit de Wind Waker gespeeld, dan maakt dat haar geen ruk uit. Dan is het gewoon een heel mooi product. En een... Ja. Ik bedoel, de vraag is natuurlijk, waar beoordeel je het op? Maar... Ja, als je mijn recensie zou lezen, dan weet je waar ik het op hoor. Ik heb je recensie niet gelezen. Maar wat ik wel heb gezien aan jouw recensie, en dat is... Nee, laat maar. Ga maar verder. Nee, maar... Want als ik een spel recenseer, dan ga ik in eerste instantie gewoon kijken, vind ik het leuk om het te spelen? En heb ik er plezier mee? En waarom vind ik het leuk? En wat werkt er nou goed? En als ik het een heel goed spel vind, dan geef ik het wel een 8. En als ik het een aardig spel geef, vind ik het een 7. En als ik het revolutionair en baanbrekend vind en iets totaal nieuws vind doen, ja, dan zou het een 9 of een 10 worden. Maar ik vind een cijfers zijn sowieso een beetje raar in dat opzicht. Want je kan die het geeft ook een beetje. Nee, ik vind het sowieso, dit soort discussies namelijk, geef ik al aan dat het een cijfer afleidt van waar het om gaat. Ja. Is namelijk van, waarom vind ik dit spel leuk? Nou, als je dat wil weten, dan lees je de tekst die ik geschreven heb. Ja. En waar ik mijn best op gedaan heb om te formuleren wat er allemaal zo goed is. En waarom iedereen het vooral zou moeten spelen die de oude deze nog nooit gedaan heeft. En het verbaasde mij hoeveel plezier ik ermee had. Want ik had de oorspronkelijke gespeeld. En ik ben afgehaakt. En later bleek dat ik bijna bij het einde was. Omdat er is een soort missie dat je allemaal schatkaarten moet verzamelen. Yeah. Ja, en dat schijnt dan gedaan te zijn. Omdat het spel eigenlijk te kort was. Omdat ze dungeons... Nou, wist ik allemaal niet. Want ik had niet zoveel toegang tot internet toen. Of tenminste, ik was er niet zo mee bezig. Dat geloof ik niet. Zelfs ik had internet toen dit spel voor het eerst uitkwam. Jij hebt nog mijn morsecode zitten zijn en met jou, de mensen in het dorp naast jou om met elkaar te chatten. Dus jij had echt wel internet. Ik had wel internet en ik weet ook wel, maar ik was niet bezig met het uitpluizen van waarom mensen dit spel... Ik was niet zo bezig met Zelda. Het enige wat ik weet, en dat is me wel heel erg bijgebleven, is die enorme shitstorm van reacties toen de eerste beelden van de Wind Waker uitkwamen. En dat heel veel harde schreeuwers zoiets hadden van, ja, maar nou ziet het er kinderachtig uit. Alsof, en dat schreef ik dus ook in mijn artikel. Alsof Nintendo met deze schitterende en fantastisch geanimeerde graphics de spelers een fopspeen in de mond duwde en een bordje baby omhingen. Zo van, haha, jullie zijn kinderen, want we maken een mooi spel. Ik heb dat nooit helemaal begrepen, waarom mensen Zelda minder volwassen vonden, omdat het er opeens anders uitzag. Nee, maar dat is ook een beetje... Het stomme is, ze kondigen dit aan, mensen maken zich boos. Nou, ze brengen het spel uit, maar uiteindelijk het volgende spel dat ze uitbrengen is Twilight Princess. En Twilight Princess is een van de slechtste games die ooit op de Wii is verschenen. Dus, nee, maar... Wat? Ho, ho, ho. Ja. Dus nee, dus even de beste Zelda's. Het probleem met Twilight Princess is heel erg dat ze hebben gedacht van, oh wacht, mensen willen eigenlijk alleen maar Ocarina of Time. Dus we gaan Ocarina of Time gewoon nog een keer maken in tempo en in wat je moet doen. Gewoon exact hetzelfde doen. En dan, dan slikken mensen dat wel en vinden ze dat een geweldige game. En dat is een gigantische flater geweest. Want wat ze met de Wind Waker demonstreren en wat dit soort spellen heel erg interessant maakt, is dat ze gewoon constant bedenken van, oké, we doen dit nu al een tijdje. We moeten uit onze comfortzone. Wat kunnen we doen om dit gewoon totaal weer leuk en interessant te maken? Bas, ik wil je niet teleurstellen. Maar Wind Waker is nagenoeg identiek aan Ocarina in structuur, hoor. Oh, nee, hoor. Het enige verschil is... ik bedoel, als we het echt gaan deconstrueren... zijn alle Zelda's, met uitzondering van Zelda 2... The Legend of Link, of hoe heet die ook alweer... zijn nagenoeg hetzelfde. En dat er in ieder spel wel andere aspecten worden uitgelicht. En dat je hier vaart of dat er hier iets meer... dat dit een echt een vervolg is. Allemaal dingen die waar zijn. En het is niet er zijn altijd gelijkenissen in... Maar de gelijkenissen zijn groter dan de verschillen. En er zijn gelijkenissen. Maar wat je bij de Twilight Princess zag, is dat het gewoon zo bizar identiek in structuur en in flow en wat je voor items kreeg en hoe het verhaal exact verliep. Het was bijna een carbon copy clone. Als een Chinees bedrijf het had uitgebracht, had Bamba gezegd van, oh kijk, ze hebben gewoon een bootleg gemaakt van die ROM met andere models erin. Het is echt heel bizar hoeveel dat spel heeft overgenomen. Maar even terug naar de basis, want ik raad iedereen van harte aan om het spel te spelen en ik ben heel benieuwd
Of mensen die reageer alsjeblieft. Maar als je een achterlaag... Weet je, dat vind ik ook zoiets. Van Bas, wat voor cijfer zou jij het geven? Ben ik even... Je hebt hem al gespeeld, neem ik aan. Ja, maar ik haat cijfers geven. En... Ja. Maar je hebt hem al gespeeld. Ik heb hem gespeeld en ik vind het een heel leuk spel. En het staat bij mij in mijn top 5 favoriete games. Dus, en, ja. En wat voor cijfer geef je het dan? Ik snap waar je hiermee naartoe wil, Harry. Maar ik tuin er niet in. Nee, zeg het maar. Gewoon heel eerlijk. Ik geef het geen cijfer. Kijk, het is... Nou, okay. Stel dat Mr. X het een 9 zou geven. Ja. Dan zou ik tegen Mr. X zeggen... Je hebt gelijk. Want dat is het cijfer dat jij er aan geeft. Dat is altijd goed. Ja. Maar een beetje vermoeiende discussie. Terwijl het gewoon een heel fijn leuk spel is. Hey, ik heb de popcorn er al bij gepakt hoor. Maar het is echt een heel leuk spel. Het is echt moeite waard. Het is het spel. Het is de op één na beste Zelda game die ooit is verschijnen. Dus als je van de leuke dingen houdt, moet je dit spel spelen. Kijk, ik dacht ik sluit even af zoals iedere reviewer met in een behouden review ongeveer afsluit. Dan kunnen we verder. Zullen we naar een volgend onderwerp? Nou, zullen we dat we naar de muziek gaan? Nog even, wat vorige week heb jij ons gesprek over de Oculus Rift gemist. Oh, terwijl ik er heel graag nog wat over wil zeggen. Dus voordat we naar de muziek gaan, Oculus Rift, zet hem op. Nou, ik heb de vorige podcast geluisterd, Erwin. Ja. En ik weet nog dat wij daar samen liepen en we hadden iets van... Oh, Oculus Rift. Ik bedoel, mocht je de vorige aflevering niet hebben gehoord en je weet niet wat het is. Oculus Rift is een grote skibril. En er zit in ieder brilglas zit zeg maar een klein schermpje. En als je het opdoet, heb je daardoor van 180 graden om je heen, heb je gewoon een virtuele wereld waar je doorheen kijkt. En de bewegingssensoren zorgen ervoor dat de spelwereld met jou mee beweegt, dus je hoofd beweegt. En ik heb dat ding opgezet. En ik ben echt een beetje... Ik voel me een beetje aan het afkicken, denk ik. Ik weet niet precies wat het is. Maar sinds ik dat ding heb gebruikt... Ik ben zo ontzettend overtuigd geweest van hoe dat werkt. Ten eerste, het is echt gewoon... Je zit gewoon echt in een... Ja, je zit er gewoon in, dat is het. Je gevoel van beweging raakt totaal gefopt. Je hebt echt niet even shit, mijn lichaam beweegt. Oh shit, ik ben aan het vallen. Wat moet ik doen? Dat is zo'n bizarre illusie. Sinds ik dat ding op heb gehad, zit ik thuis iedere keer als ik een game heb gespeeld, zit ik te googelen van, heeft iemand dit naar Oculus Rift gepoord? En hoe ziet dat eruit? Oh, daar heb ik eigenlijk wel zin in. Oh, zal ik dan toch maar die developer kit voor €300 kopen? Nee, laat ik het dan toch maar niet doen. Oké, dan speel ik weer een ander spel. Oh, misschien moet ik dit spel eens een keer kijken hoe het eruit ziet met Oculus Rift. Oh, zou dit spel al zo geregeld zijn? Oh, nou zal ik Erwin even vertellen dat ik toch wel die developer kit wil kopen, zodat hij me eruit kan praten. Maar hopelijk doet hij dat niet, want dan is het gerechtvaardigd dat ik hem koop. En ik zit een beetje... Ja, dat ding komt het pas in 2014 uit en ik wil niks anders meer. En het is, ja, ik slik een beetje, ik struikel een beetje over mijn eigen woorden en mijn enthousiasme door dat ding. Want het is gewoon, ja, ik ga heel cliché zijn, mensen gaan me uitlachen. Maar dit is gewoon de toekomst, dit is wat we over 10 jaar allemaal doen als we een game spelen. Er is een conference in Cambridge, Massachusetts in november voor Oculus Rift and Development. En ik wilde er eigenlijk wel naartoe gaan, omdat ik eerst dacht dat het Cambridge Engeland was. Dus ik had me ook meteen aangemeld toen ik het mailtje binnenkreeg van schrijf je nu in? En toen was het dus Massachusetts, dus nee. Maar ik ben vol verwachting, want ik ben echt stikjaloers dat jullie dit dus geprobeerd hebben en nog niet. Het lijkt me gewoon fantastisch. Ik vind het zo'n gaaf concept. Mijn favoriete game is ook al gepoord. En mijn favoriete game, dat moet ik zeggen, maar wel de games waar ik het meeste tijd mee insteek, een beetje. Minecraft. Ik heb mensen die dat hebben gedaan met de Oculus Rift, die waren net zoals jij, Bastiaan, sprakeloos. Want de immense catacombes waar je dan doorheen loopt, het werd vergeleken met, de Mines of Moria, die ervaring hadden mensen die... Je moet je bedenken, ik bedoel, je ziet ten eerste diepte natuurlijk, want het zijn twee schermpjes, dus je kunt een 3D-effect creëren. Maar als je nu bijvoorbeeld je ogen dicht doet en je stelt je voor dat er een ork voor je staat of zo, of een hele grote oger, en je kijkt dan omhoog. En er gaat dan iets in je achterhoofd speelt er dan, waardoor je opeens veel meer door hebt van, shit, dit ding is heel erg groot en dit ding is... Het is bijna een primair overlevingsgevoel, instinct van, dit is gevaarlijk en dit is spannend. Dat soort hele primaire emoties, dat heb je niet zoveel in games. Want
Ik bedoel, een ork kan 20 meter groot zijn als ik een Lord of the Rings game speel. En Harry gaat me straks vertellen dat orks geen 20 meter kunnen zijn, want hij speelt Lord of the Rings online. Maar hoe groot dat ding ook op je televisie of op je beeldscherm is, het is altijd maar een paar centimeter als je het gewoon ziet. Omdat je gewoon de afstand tussen jou en het scherm hebt. En als het echt gewoon, als jij daar staat, en je moet echt fysiek je hoofd omhoog bewegen hoe groot iets is, of hoe klein iets is, of wat dan ook. Dat gevoel van schaal is zo overdonderend en dat is zo makkelijk te onderschatten. Ik kan me ook echt bijna niet voorstellen hoe geweldig het gaat zijn om bijvoorbeeld gewoon een MMO, dus pak Guild Wars of Final Fantasy XIV of World of Warcraft. Als je daar je Oculus Rift bij op kunt zetten en in diepte gewoon die spelwereld in kunt kijken en gewoon rustig kunt lopen. En dat lijkt me zo bizar. Je kijkt op een totaal andere manier naar zo'n wereld toe uiteindelijk, denk ik. Je enthousiasme is aanstekelijk, Bas. Ja, maar jij daar, Erwin, jij zei van ja, het viel me een beetje tegen. En dat snap ik echt niet. Toch heeft Erwin net zonder het te weten, zonder dat Erwin het wist, heeft hij de Nederlandse slogan voor de Oculus Rift bedacht, hè? Want vlak voordat hij aan de beurt gaf, zei hij, Erwin, of Bastiaan, Oculus Rift, zet hem op. Dat was bewust, ja. Nee, maar het is een beetje alsof je de eerste man op Mars bent en dan, En dan weer terug in het ding stappen, ja. Dat was toch niet zo groot als ik gehoord had. Geen Starbucks, weet je. Maar ik heb niet het gesprek vorige week gehad. Maar toen zei ik al wel van, ik geloof nog heilig in Oculus Rift. En dat is natuurlijk van game. Ik vind het nog steeds fantastisch. Ja. Alleen die ervaring deed het niet helemaal voor mij. Ja. Aan het einde was je ook enthousiaster. En de potentie heb je ook wel, geloof ik, wel vertrouwen in. En wat je trouwens wel zei, waar je gewoon gelijk in hebt, is dat ding is nu 27p. En ja. Het ding is, ik bedoel, 27p is hartstikke scherp als je op een televisie zit, maar als het 3 centimeter voor je ogen hangt, dan begin je de pixels wel te zien. Ja. En ik hoop dat we een iets scherper beeld krijgen met de 1080 versie die uiteindelijk in 2014 aan de hele wereld wordt verkocht. Orks zijn trouwens ongeveer tussen de 1,70 meter en maximaal 2 meter. Niet veel groter dan een mens. Nee, maar een ent zou ik kunnen tegenkomen. Een ent is ongeveer een meter of 8 à 15. Hangt een beetje van hun leeftijd af. Maar ze echt zeker geen 20 meter. Dat is absurd. En met deze weetjes gaan we naar de muziek. En aan de andere kant onder andere de Nintendo 2DS. En misschien wat leuke kaartgames. Dat was I Am The One Who Designed And Built Mega Man X. Mega Man X4 of X4, Bas? X4 of X4? X4 remix van Overlord Remix. Hoe de hele remix van een Hollander, jongen. Ik bedoel, waarom moeten we... Waarom doen Nederlanders dat trouwens? Dat altijd als we een naam zien en we zien een afkorting erin met letters en cijfers en zo, en dan gaan we dat altijd Engels maken. Omdat Nederlands... Ja, maar je zegt ook niet Mega Man. Nice. Ja. Nee, ja. De 2DS dus. Maar nee, in ieder geval de hele remix. We zeggen ook niet Nintendo 2DS. Ja. Als je de hele remix wil horen, klik dan even op de link op gamers.nl. Ja, dat wel een heel fijn nummer trouwens. Ja, fijn nummer. Dat moeten we vaker doen, Mega Man muziek. Er komt zo vaak nieuwe Mega Man remixes langs. Weet je waarom dat is? Weet je waarom dat is, Erwin? Ja. Oké. Hele geschikte muziek daarvoor. Ja, het is hele goede muziek. Maar goed, de 2DS, Harry, jij hebt hem vast.
ik heb hem hier inderdaad. Wat is het voor lelijk. Dat? Het is heel lelijk. De 2DS, dat is het definitieve fysieke bewijs dat Nintendo echt batshit crazy is. Het apparaat wat ik hier heb is rood met wit. Het is een 3DS zonder het 3D scherm. Dus eigenlijk is het, je kunt alle 3DS spellen en DS spellen erop spelen. Maar het heeft geen 3D diepte op het bovenste scherm. Het onderste scherm is gewoon het standaard aanraakscherm. En geen scherm hier. Oh, sorry. Ja, nou ja, dat is dus het bizarre. Het ziet er een beetje uit alsof iemand een plak brood is het. Het is een stuk kaas. En dan niet eens een wit knip of zo, weet je, maar gewoon zo rond, zo vloerbrood. En het voelt heel, het is rood en wit. Het voelt als plasticachtig aan. En het formaat van het scherm. Ik heb ook even mijn oorspronkelijke 3DS erbij gepakt. En de schermen zijn exact even groot als de oorspronkelijke. En dat is eigenlijk net even te klein. Ja. Naar mijn persoonlijke smaak uiteraard. Ik bedoel, het kan wel, maar het is... Ja. En dus niet, omdat je hem niet dubbel kan klappen. Het eerste wat mijn vriendin zei was... Hey, die kan je niet in je zak stoppen. En het tweede is, wat een peuterding. Ja, en het is Fisher Price, maar dan wat eigenlijk op de reject pile had gemoeten. Maar hij zag er wel degelijk uit, maar hij voelt het niet degelijk. Nou ja, hij voelt zo degelijk als een... Hij zag heel robuust uit. Ja, dat wel. Ja. Het is een meisje zeggen dat ze mooie ogen heeft, Arjan. Dat is op zich niks mis mee. Het is pas fout als je zegt, je hebt een hele mooie persoonlijkheid. Maar dat heeft deze ook niet. Ik maak geen grap over mijn ex. Maar het is toch ook vooral gewoon... Kinderen kunnen niet omgaan met scharnieren. Die dingen gaan kapot. Dus dit is echt voor kinderen bedoeld. Die kunnen gewoon dat ding... En bezorgde ouders natuurlijk. Ik hoor zo vaak geluiden van ouders die zeggen... Ah ja, ik koop dan liever een DS... voor mijn kind in plaats van de 3DS, want het is toch niet zo goed voor je ogen, hè? Oh, dat 3D-effect, ja. Dat imago heerst echt onder die basisschoolmoeder club. Ja, die kinderen willen allemaal zo'n ding hebben, maar ze zijn er gewoon een beetje bang voor. Ik denk dat jij de doelgroep niet bent, Harry. Maar dat ik de doelgroep voor iets niet ben, vind ik niet erg. Daar gaat het ook niet om. Want je zegt nou net, die scharnieren die gaan stuk. Maar wat denk je van die twee beeldschermen? Die dus nou volledig bloot worden gesteld aan de elementen. Als je DS op de grond staat en je stapt er per ongeluk op en je tilt je voet nog op tijd op, dan is hij nog oké. Okay. Maar als je hier gaat met een naald, hak wel door het beeldscherm heen. Weet je, dat ziet er... Ik snap het gewoon echt niet. Ik heb nu even een beeld van jou op naald hakken door je huis. Ik wil er even vanaf, sorry. Ik heb hele mooie rode pumps in maat 45. Maar je heeft een hele mooie persoonlijkheid. Dank je. Maar wat ik dus niet begrijp. De enige reden die ik dus me voor kan stellen is dat er iemand echt ontzettend bezopen was toen ze dit ontwerp hebben goedgekeurd. Is als je dit dan doet, als je een goedkope versie maakt met geen 3D-scherm voor kinderen. Waarom doe je dat dan niet in de behuizing van de oude DS? Nou, ik denk dat gewoon wel puur toch het scharnier is, hoor. Ik bedoel, als je dit ding gewoon met beleid gewoon altijd goed opruimt. Of stel je hebt een kind dat hooguit 2 uur mag spelen. Dus leg je hem als ouder weer boven op de kast. Tijdens gebruik. Wat is het, kind? Maar het eerste wat bij iedere 3DS kapot gaat bij gebruik is dat scharnier. Vooral als je kinderen hebt, die zijn er lekker ruw mee. Die schudden met dat ding terwijl ze spelen en zo. En als je gewoon een DS zonder scharnier uitbrengt. En ja, dat blijft gewoon langer goed, denk ik. Ik vraag me niet meer af, voor mij is het helder. Ze zijn niet goed bij hun hoofd. Het is een lelijk, lomp, onhandig ding. Maar de prijs? Wat wordt de prijs voor dat ding? €4,99 geloof ik. ik weet de prijs eerlijk gezegd niet. Ik heb hem vandaag binnengekregen. Dat is het laatste ook wat ik ooit van Nintendo krijg, vrees ik. Ik heb hier geen goed woord voor over. Tja.
En dat, ja, 139 euro, 99 is die. Oeh. Maar dat is trouwens wel heel netjes. Ik bedoel, bundelt dat ding later ook voor dat bedrag? Ik bedoel, stop er Pokémon bij voor dat normaal 45 euro kost. En dan in totaal 139. Nou, dat is fantastisch. Nou, dat ligt op de bizar veel kerstbomen, ligt dat aanstaande kerst. Dat zou kunnen, ja. Dat had ik me wel... dat, maar dan heb je een soort instap... Tuurlijk, het is een instap 3DS. Maar ja, ik heb echt het gevoel dat hier een hele commissie overheen gegaan is. En iedereen heeft er overheen gepist. En het resultaat, er heeft iemand... Nou goed, ik zal het niet grafischer maken dan dat. Maar het wc-papier was ook op. En vervolgens is dit ontwerp eruit gekomen. Nou, maar Nintendo kan niet ontwerpen, dat weten we ook. Ik bedoel, de eerste 3DS was ook gewoon heel lelijk. De huidige 3DS is oké, de XL, dus oké. Maar is ook geen heel mooi apparaat. De Wii U is nog steeds... Wie maakt er in 2013 nog steeds een apparaat in het zwart en wit... en maakt het dan glossy? Ik bedoel, nee. Ja, dit is wat Nintendo gewend zijn. Ik moet heel eerlijk toegeven, als ik naar het ding kijk, dan denk ik, ja, maar... Goed, onhandig en lomp. Maar het lijkt erop alsof dat wel heel lekker in de hand gaat liggen, dat ding. Het lijkt wel alsof dat... Je hebt wel wat vast. Ik bedoel, ik heb best grote handen en dan... Ja, ik zie dat wel. Ik heb dat wel, zie dat wel voor me. Het ligt op... Als je hem vasthoudt, hij steunt... Dat is wel weer... Hij steunt precies in je handpalmen met de onderhoeken... en je wijsvingers liggen dan heel netjes... heel natuurlijk over de schouderknoppen heen. En je hebt met je duim... heb je perfect controle over de D-pad... en weet ik veel wat. Dus dat ergonomisch gezien... als je hem vasthoudt, is daar niet zoveel mis mee. Maar het... Ja, en die rode is lelijk. De zwarte vind ik dat nog wel. Nee, ik heb dus de wit-rode heb ik hier. Ik mag het niet zeggen, maar ik zie... Ik vind het zwart wel mooi, hoor. Zo. Nee, je mag het, nee, maar kijk, als jij het een 8 geeft voor ontwerp, dan mag dat. Ja, mag dat. Is dat jouw mening? Dat is jouw mening. Niks meer mee. Mag. Ja. Nee. Maar Arjan. Dit is een vakantie, dat is duidelijk. Maar Arjan, ja. als jij ons zegt dat je het voor je zoontjes koopt, dan geloven we dat gewoon, hoor. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Ja, jij bedoelt die niks. Nou, die scharnieren die gaan er binnenkort wel aan geloven, ben ik bang hier. Dus ja, kijk. Misschien is dat dan weer zo'n gek idee. Maar iets waar we unaniem wel blij van worden, denk ik. Of wat we allemaal gespeeld hebben in ieder geval. Het nieuwe game van Blizzard. Nu nog in beta, gesloten beta. Ik weet niet of ik aan de uitspraak me moet wagen. Maar dat gaat nooit goed. Maar Hearthstone of Hearthstone? Hearthstone. Dit is een rotwoord. Launch. Hearthstone. Nee, ik kan het ook niet hoor. Hearthstone. Ik struikel er ook af. Dat is echt een rot woord. Maar in ieder geval. Bekende Warcraft. Het speelt zich af in Warcraft, toch? Het is, hoe heet het nou? Hearthstone Heroes of Warcraft. Dat was het, toch? Ja. 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 Het is een kaartspel waarin je tegen verschillende helden tegen elkaar vecht. En daarmee dus bekende helden uit de Warcraft universum. En je speelt kaarten uit tegen elkaar waarmee je elkaar kunt aanvallen. Maar het ligt allemaal veel dieper. Wie kan een goede, betere introductie geven? Ik heb het idee dat Magic the Gathering. Magic the Gathering. Ja, het is Magic the Gathering, maar dan wel iets gesimplificeerd, heb ik het gevoel. Op een aantal vlakken. Je hebt een deck dat je zelf samenstelt met kaarten die allerlei dingen kunnen. Sommige kaarten kun je monsters mee op je tafel leggen die dus voor jou kunnen vechten of jou kunnen verdedigen. Andere kaarten geven weer spreuken en sommige monsters die je neerlegt hebben een soort neveneffect. Bijvoorbeeld dat ze iets kunnen genezen of een extra kaart kunnen laten trekken. Nou, dus al die kaarten samen, daarmee speel je dus tegen de ander en je probeert de levensenergie van je tegenstand tot nul te reduceren. Ja. Dat is het spel. En het was mijn eerste kaartspel. Ik heb nog nooit Magic gespeeld of zo. Dus ik wist ook niet echt wat ik moest verwachten. Maar ik vond dit heel leuk. En het is ook heel makkelijk in te komen. En het is moeilijk, denk ik, te beheersen. Maar makkelijk te leren of zo. Makkelijk in te komen. Ja. En het zijn vrij vlotte potjes. Je speelt het vrij vlot. Dus het speelt heel makkelijk en fijn op een of andere manier. Het is ook heel... Het zit ook allemaal logisch in elkaar, maar dan moet je toch... Het moeilijke is vooral het strategische. En dat je goed, de juiste momenten, goede dingen moet spelen, heb ik het idee. En... Je hebt helemaal gelijk. Ik heb nog nooit zo snel in mijn leven een keer verloren. Maar je merkt heel erg bij dit spel dat ze ontzettend veel hebben geleerd van, gewoon, ja, van World of Warcraft. Ik bedoel, je hebt altijd een tactiek die je kunt uitvoeren met de decks die je samenstelt. Het is altijd...
Je moet er altijd gewoon goed voor nadenken. Gewoon slim reageren. Goed vooruitdenken. Maar tegelijkertijd zit er gewoon die heel erg voor de hand liggende flow in. Van oké, nu ga ik van deze zet naar deze zet. En het voelt gewoon allemaal heel lekker. En ja, je wordt toch een beetje heel subtiel in je achterhoofd. Word je bij het handje gehouden. En word je een bepaalde kant op geleid. En ondertussen word je net weer zo een andere kant op gepusht om zelf na te denken. En die balans is echt zo bizar goed. En daarnaast is het zo ontzettend... Je ziet gewoon wat voor geldmachine dit uiteindelijk gaat worden. Ik bedoel, je start het spel op, je komt in de tutorial. En het eerste wat je op je scherm ziet staan is free cards. Gratis kaarten. En dan klik je op en dan heb je je eerste gratis kaart. En iedere keer als je iets doet, dan is er weer dan gaat er ergens weer een balkje af. Of krijg je een notificatie van, oh, je hebt nu dit. Oh, je kunt nu dit. Oh, je kunt dit nu gaan ontsleutelen. Oh, je kunt nu even hiernaar gaan kijken. En er is altijd wel iets om ervoor te zorgen dat je je weer even op een andere manier in dat spel stort. En het is zo makkelijk om tegen jezelf te zeggen. Ook omdat potjes zo snel gaan van, nog eentje. Oké, nog eentje. Nou, ik ga nog één keer proberen. Oh, ik ga even dit hele andere proberen. Misschien gaat het dan beter. Het is zo, World of Warcraft. Ik voelde me zo incompetent de afgelopen week met het spel. Want ik heb het ook net zo erg met het spel nooit. Ik heb nog nooit eerder een collectible card game gespeeld. Dat was voor mij de eerste keer. Naast het bizarre van dit spel. Ik heb al een paar mensen gehad die over mijn schouder meekeken ook. Je legt het echt binnen 3 minuten uit. Maar de diepgang vervolgens is enorm. Maar ik werd zo vaak in de pan gehakt. Echt, echt genadeloos kapot gemaakt gewoon. Dat ik echt op een gegeven moment dacht van, ja, maar dat bestaat toch niet. Er zat toch wel één. En dan wat er dan gebeurt is, je zegt play. En als je dat doet, dan gaat er een soort van een rat lopen met allerlei leuke quotes erop. Maar je eindigt het altijd met de tekst. Hij staat altijd stil op worthy opponent. Dus een tegenstander die volgens de computer van Blizzard net zo competent is als jij. Nou, blijkbaar is er zo'n persoon dus niet. Er is niemand zo incompetent als ik. Want ik heb de eerste paar dagen niks anders dan verloren. En ik heb daarna een keer gewonnen van iemand die ook zo idioot speelde. Ik dacht van, ik heb met de kleuter te maken. Dat nog minder snapt dan ik. Maar uiteindelijk was heb jij ik dat? Heel laat. Uiteindelijk heb ik dus heel laat. Wat ook zo erg is, ik speel dus als Arjan.org. Dus ik denk, ja, jemig. Ik pak er dus niks van. Dus als die gasten nou eens gaan kijken wie ze tegenover zich hebben. Want misschien wel, ik heb ook wel zo'n leuke naam tegenover. Maar ik denk van, wat een aparte naam. Even zoeken wie dat is. Ja, daar word ik niet heel blij van. Dat is zeg maar ook meteen mijn visitekaartje. Als Maar ik begin het nu te snappen. Ik heb de klik te pakken. En ik win nu op dit moment meer dan ik verlies. Kijk. Afgelopen 2 dagen. Nice. Eindelijk. Eindelijk. En ik snap nu zit je zo laag in die matchmaking. Nu snap ik ook van, die kaart, dit is een waardeloos kaart. En ik heb er nu even eentje nodig in een hogere tier. Of een jemig, ik ben echt, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar ik dacht echt dat het, ik begon echt te denken van, ik ben gewoon echt, ik ben echt dommer dan ik dacht dat ik was. Blizzard heeft ergens een server staan. En op die server, verbinden alleen mensen die in één kamer zitten. En die hele kamer staat vol met computers. Waar allemaal chimpansees achter zitten. En daarmee proberen ze de meest primaire reacties van spelers te testen. En om de een of andere reden, ze weten niet hoe. Maar één speler is op de een of andere manier in de matchmaking van die server terechtgekomen. In de speltechnisch erop ingaan voordat we echt... Misschien nog even heel snel. We gaan inderdaad speltechnisch nog even het een en ander bespreken. Wat er zo bijzonder aan is. Maar als je gewoon heel primair wil zien van hoe werkt het nou. En wat moet ik allemaal weten. Wij hebben op het Gamebytes videokanaal. Hebben we de eerste 5-6 gevechten hebben we opgenomen. Dat is zeg maar de uitgebreide tutorial. Duurt iets van 3 kwartier. En als je dat kijkt. Dan leer je eigenlijk tegelijkertijd. Terwijl wij het leerden. Van hey, hoe werkt dit nou. En waar moet ik rekening mee houden. En waarom is het zo leuk. YouTube.com/GameBytesNL Ja, ik geloof dat Arjan op zijn kanaal hetzelfde ongeveer heeft opgenomen. YouTube.com/Arjan.org 53 minuut 49, maar ik ben nogal een trage denker ook. Maar ik heb die hele tutorial gedaan daar. Kun je het vanuit... Ga naar GameBytes. Ja, dat is nou de links wel. Ja, nee, ga gewoon allebei. Kijk ze tegelijkertijd. Kijk wie sneller is, want dat ben ik. Want ik heb de tijden gezien en dan kom ik er beter uit. Harry, wat wou je zeggen?
Nou, in mijn tijd hadden we alleen papieren speelkaarten waar we dat mee deden. Nee, maar ik heb veel Magic gespeeld vroeger. En dat, dit doet me heel erg eraan denken. Maar wat ik echt leuk vind en slim vind, is dat ze een aantal van de vervelende dingen uit Magic hebben gehaald. Normaal gesproken had je daar in Hearthstone... kun je pas een monster neerleggen als je daarvoor voldoende mana hebt. En je krijgt iedere beurt krijg jij een mana punt erbij. En dus op beurt 1 heb je 1 mana punt. Die kan je ook maximaal uitspelen. Op beurt 2 heb je er opeens 2. En dan kan je dus 2. Nou, dat gaat zo door totdat je 8, 9 mana punten hebt. Maar je kunt dan. En iedere beurt wordt dat weer ververst. Dus je kunt iedere beurt kun je sterkere dingen of meer dingen doen dan de keer ervoor. En dat zorgt ervoor dat er vaart erin blijft. Want je bent nooit bezig met onderhoud. En in Magic moet je landjes in je deck hebben zitten die je neerlegt. En je hebt bepaalde landjes nodig om een bepaald soort mana om een bepaald monster te kunnen oproepen. Bijvoorbeeld heb je twee bos en 2 vuur nodig om iets op te roepen. En dan moet je ze alle 2 op je tafel al hebben liggen. En dan tappen. En dat, allemaal dingen die op zich heel tactisch en strategisch zijn, maar het vooral complex maken en de vaart eruit kunnen halen. En dat hebben ze hier zo goed eruit gehaald zonder dat je kwijtraakt waar het om gaat. Namelijk tactisch denken en vooral vooruitdenken. Ik vind het echt heel plezierig spelen. Ik heb alleen wat moeite met sommige geluidseffecten in de voice acting. Ik heb echt moeite met als jij al je... Ja, all done! Als je al je... Als je al je, al je mogelijkheden hebt uitgeput, krijg je dus dat dus te horen. Nou, wat ik heel vervelend vind is dat de tegenstander op een gegeven moment zegt, op een punt waarop ik denk van nou, ik stel hem nog aardig goed voor, zegt de tegenstander op een gegeven moment, well played. En dan vraag ik me dan, maar hoezo well played, wat dan? En dan gooit hij me toch achter elkaar een partij kaart, maar dat is voordat hij dus begint, hè. Well played. En dan ineens komen er toch een arsenaal troep op me af, waardoor ik ineens finaal de bal geraakt wordt. Dus ik heb het met well played. Als dat komt, dan spring ik achterover in mijn stoel. En dan hou ik bijna mijn handen omhoog. Wat gaat er komen? Maar ik heb dus niet zo ver gespeeld als jullie. Want ik heb dus nog geen gevechten tegen echte spelers gedaan. Ik heb alleen die tutorial gedaan. Dus ik heb ook nog niet ontdekt hoe deckbuilding werkt en zo in dit spel. En ik ben ook heel benieuwd. Hebben jullie al enig idee hoe ver je kunt komen zonder geld uit te geven? Ja, ik heb al heel wat gedaan. Je hebt dagelijkse quests. Die van vandaag, die heb ik al afgerond. Maar vandaag was de opdracht bijvoorbeeld win 3 potjes. En dan, als ze het daarover hebben, dan hebben ze altijd over tegen echte spelers. Dus niet in de practice mode. Win 3 potjes met de Warlock of the Priest. En ik had ze allebei nog niet geleveld. Dus je moet ze levelen tot, ik dacht, level 10 of zo, en dan hebben ze hun 20 basiskaarten allemaal compleet, elk karakter. Maar in ieder geval, dat moest je doen en dan krijg je 40 goud voor. En er was nog een van de quests, kreeg je ook 40 goud voor. En voor 100 goud kun je een pack kopen. En voor 150 goud kun je de arena in. Hebben jullie dat al gedaan? Ik heb nog niet. Ik heb dat wel gehoord, dat je dus dan moet betalen om een match te kunnen spelen. Dat vond ik een raar idee. Nou, dat valt wel mee, want je kunt altijd gratis tegen andere spelers spelen. De arena is alleen, dat kost 150 goud. Of geld, dat kan ook. Maar goed, dat goud verdien je dus door die daily quest te doen. Dus maar wat is die arena dan? Wat doe je dan? In de arena speel je 3 potjes achter elkaar. Ik heb het 1 keer gedaan omdat het in de tutorial een onderdeel van het tutorial was. Ik mocht de eerste keer gratis doen. Daar baal ik achteraf wel van. Want ik had beter eerst wat geoefend en dan gedaan. Maar je speelt 3 potjes en je stelt je deck niet samen. Dus je gaat de arena in en dan ga je eerst door een reeks keuzemogelijkheden. Hij suggereert je 3 classes en dan moet je er 1 van kiezen. En vervolgens suggereert hij je steeds 3 kaarten waarvan je er 1 moet kiezen. Dus uiteindelijk eindig je met een deck die is, waar je dus goed over moet nadenken. Die is dus samengesteld op basis van de keuze die je hebt gemaakt vlak voordat je de arena in blijft. Ja, ik ken dat. En dat heb je ook. Daar, ja. In Magic had je dat ook. Dan moet je daar 3 matches mee spelen. En als je dat hebt gedaan, dan kun je daar van dat poeier voor verdienen. Arcane powder of zoiets heet het. En daarmee kun je kaarten craften. Maar ook als je packs krijgt, als je kaarten krijgt en je krijgt te veel van een bepaald soort kaart, dan kun je die omzetten in dat poeier. En met dat poeier, als je dat verzamelt, kun je uiteindelijk, ja, ik heb niks, ik kan geen kaart maken daarmee. Te weinig poeier heb ik. Maar je kunt daar nieuwe kaarten van maken, dus.
Dat is het hele idee, maar je hoeft... ik heb nog geen geld uitgegeven. Ik heb best wel wat, ik heb al een aantal pakjes nu verdiend. Ik heb wel begrepen dat je alles kunt verdienen door het spelen. Dat het kopen dus alleen het wat sneller en makkelijker maakt. Ja. Ik vind het op zich wel leuk, want in Magic heb ik wel eens toernooien gedaan. Dan betaal je intreegeld, daar zit dan bij een aantal booster packs van Magic of een deck set. En dan heb je je kaarten nog niet gezien voordat je gaat spelen. En de eerste half uur van het toernooi betekent dus dat iedereen kaartjes aan het sorteren is om je toernooideck samen te stellen met kaarten die je dus nog nooit eerder hebt gehad. En dat is dit dus ook eigenlijk. En dat vind ik wel leuk. Wat ik trouwens hier ook gewoon... Ik bedoel, ik heb zelf veel te fanatiek World of Warcraft gespeeld. Heeft me geen opleiding gekost, maar wel heel veel gespeeld. En vooral de tutorial zit zo bizar vol met referenties naar gewoon bazen en personages uit gewoon die game. You are not prepared! Jij zit je heel erg te erger aan die voice acting. En ik snap dat ergens ook wel, want het is heel erg cartoony en overdreven en een beetje flauw soms. Maar het zijn voor mij allemaal personages van ik weet... Oh god, dat gevecht ken ik nog. Ik bedoel... Je vecht in de tutorial bijvoorbeeld tegen een no-mage uiteindelijk. En ik vergeet zijn voornaam altijd. Maar zijn achternaam is Manastorm. En die heeft de als je hem in World of Warcraft tegenkomt, dan staat hij altijd heel... Dan staat hij Milhouse Manastorm inderdaad. Dank je. Dan staat hij heel lang te casten. Van, oh, ik ga je aanpakken. Oh, ik ga een heel gevaarlijke spreuk casten. En dan moet je natuurlijk zorgen dat je hem verslaat voordat hij dat doet. En dan rent hij weer weg en dan gaat hij de kerken door. Dat is het hele idee in World of Warcraft. Maar in dit spel heeft hij het er ook echt over. Van, you just wait until I have enough mana to do this and this. En dan moet je hem dus verslaan voordat hij 10 mana heeft aan het einde van het gevecht. En zijn hele sterke aanvallen kan doen. Het is echt gewoon... Je ziet aan heel veel dingen gewoon van... Oh, dat is aan dit stukje World of Warcraft geïnspireerd. En dit ken ik hiervan. Ook... Toen de Burning Crusade uitkwam, de eerste World of Warcraft uitbreiding. Toen de grote baas uiteindelijk aan het einde van die uitbreiding, dat was Illidan Stormrage. Een hele grote gevaarlijke man. En wat hij inderdaad in de cinematic riep, wat Harry net al riep. En wat iedereen ook gewoon constant toen het ding uit was, grappend tegen elkaar zei, was you are not prepared. En het idee was ook, dat is een heel moeilijk gevecht. En dat is het laatste tutorial gevecht. En wat de game je dan ook vertelt, van, ja, dit is een heel oneerlijk gevecht. Ja, blame the game designers. En dan constant... met quotes vanuit dat gevecht als het misging. Van, this will be fun. het is gewoon leuk. Het is opeens weer 2006, 2007. Ik hoorde vanmiddag dat de muziek die je hoort als het rad draait, voordat je uiteindelijk een speler toegewezen krijgt, dan hoor je zo'n soort oude... Kind is een oude radio, hoor je zo'n muziekje op de achtergrond. Dat schijnt de muziek van Warcraft 2 te zijn. Ja. Nou, oké. Okay. Dat is helemaal... Goed zeg. Het gaat nog voorbij World of Warcraft, dus. Dat franchise. Er zitten gewoon... Het gekke is ook dat die hele wereld die is gewoon 100 keer kapot gegaan in oorlog. Er zijn waarschijnlijk miljoenen dood gegaan, als je ziet hoe dat soort verhalen lopen. Ik bedoel, fantasy verhalen is altijd overdreven. En wat ze in Hearthstone doen is van, we zetten alles lekker aan de kant. Kom jongens, we gaan naar de kroeg. We gaan een kaartspelletje met elkaar spelen. Het is echt heel absurdistisch. Heel cool. Hearthstone zit nu in gesloten beta. We komen er ongetwijfeld op terug. Want we gaan nogal verder spelen allemaal, volgens mij. Heb ik het idee. Ja, zullen we samen gewoon een videootje doen trouwens? Gewoon met z'n tweeën spelen en dan gewoon ja, filmen. Je kan niet multiplayeren. Jawel toch? Nee, daar waren we achtergekomen. Jawel? Eerst niet. En Daniel had ontdekt hoe het moest, geloof ik. Oh, nou dan gaan we dat... Ik heb een knop ergens gezien, maar dat moeten we even naar kijken. Dan gaan we dat uitzoeken, want dat is inderdaad wel leuk voor ons YouTube-kanaal op youtube.com/gamelight.nl. We sluiten af met de gamewijs, waar iedereen nog iets kan zeggen over een bepaalde game, iets anders, iets kan pluggen of wat anders. En ik wil eigenlijk jullie iets vertellen wat jullie denk ik nu wel interessant vinden. Na het spelen van Hearthstone, heet Card Hunter. Misschien komen we er later nog verder op terug, want ik ben er wel heel blij mee. Ik wil eigenlijk meer over vertellen, maar het is een soort combinatie tussen een kaartspel als Hearthstone en een tactische game als Final Fantasy Tactics of Fire Emblem. En het is gratis te spelen in je browser. Op cardshunter.com, denk ik. Het speelt zich ook nog eens een soort D&D-achtig. Je hebt een Dungeon Master die constant dingen vertelt. En jij en de Dungeon Master speelt om zijn beurt één kaart uit. En een kaart is dus een aanval of een loopkaart. De verdedigingskaart speelt zich automatisch. Dus een loopkaart of een aanvalskaart met één van je drie personages. Elk personage dat je hebt, heeft zijn eigen groep kaarten. Daar kan je er eentje kiezen en dan mag de tegenstander een kaart spelen. Dus je kan niet van elk personage één spelen. En dat geeft een hele interessante tactische
gevechten waar je echt goed moet nadenken welke kaart moet ik nu spelen, want het wordt al vrij snel vrij moeilijk. En daarbij is het grote nadeel dat het een free-to-play game is. Dus op een gegeven moment zal er vast echt een muur komen dat het te moeilijk is en dat je toch moet betalen. En ze zijn heel gemeen in die free-to-play dingen, dat je aan het eind van een soort dungeon kreeg je dan loot. Of na elk gevecht kreeg je een loot en dan zie je van, nou, dit is je loot, maar als je betaalt krijg je ook nog deze loot. Oh, als je clubmember bent, zeg maar. En dat is echt heel vervelend. Maar ik zeg, probeer het eens. Je kan het gewoon gratis proberen. Of kijk, de video's staan nog niet online. Ik heb een video gemaakt. Komt binnenkort online op ons YouTube-kanaal. Op YouTube.com/gamersnl. Ik denk trouwens dat ik die gewoon vanavond online gezet. Of in ieder geval, ik zet hem klaar voor morgen. Dus gisteren. Dat is gisteren. Ja, nee, dat is vrijdag 11 oktober staat hij online. Nou, dat, dus dat is... Als je deze podcast luistert, kun je hem waarschijnlijk gewoon lekker kijken. Dan kun je gewoon de video rustig kijken. Misschien komen we er nog op terug, op Card Hunter. Bastiaan. Ja, ik hoor er heel veel dingen over Card Hunter trouwens. Dus ik heb er ook heel erg zin in. Ik hoor ook er zit een soort van meta-verhaal blijkbaar in. Dat een van de spelers verliefd is op het pizza-meisje. Dat ze een pizza komt brengen terwijl je aan het Dungeons & Dragons aan het spelen bent. Klinkt heel leuk. Maar pizza is weer de evil currency waar de free-to-play... Ja, ik ben ook altijd verliefd op de mensen die geld van me komen vragen. Maar dat terzijde. Mijn Game Boy is eigenlijk heel kort. Nee, ik zeg niks over mijn... Nee. Nee, niet, nee. Harry, nee. Af, koest, mijn Game Boy. Om kort even af te sluiten. Ik heb de afgelopen week eigenlijk... Ja, ik heb natuurlijk een Windwalker gespeeld. Ik heb zitten dromen over de Oculus Rift. Maar ik heb eigenlijk gewoon ook heel veel Final Fantasy XIV gespeeld. Dan ben ik nog steeds heel erg verslingerd aan. Nog steeds heel enthousiast over. Maar... Nu ik in de endgame zit, begin ik wel gewoon dingetjes te merken. Van, oh, dit kan beter, dit kan anders. Zoals om bijvoorbeeld de beste dingen te krijgen op level 50 en alles te halen wat ik wil doen. Moet ik gewoon heel veel achter elkaar hele simpele characters blijven herhalen, blijven herhalen, blijven herhalen. En dat is ontzettend suf. Daar staat tegenover dat ik nog heel veel personages heb die gewoon lekker naar level 50 kunnen. En dat ben ik ook gewoon van plan. En er staat heel veel andere endgame content zoals moeilijkere raids waarbij je niet hoeft te farmen. Te grinden en moeilijk hoeft te doen. Dus die ga ik ook nog allemaal spelen. Maar ja, ik heb denk ik nog nooit zo lang achter elkaar gewoon onafgebroken een MMO gespeeld. Dus wat dat betreft pet je af voor Final Fantasy XIV. En ik ben bang dat er nog heel veel game bites zijn waarin ik dit gewoon ga bespreken. Geen probleem. Ja. Arjan, heb jij een game bite? Ja, afgelopen beetje of twee geleden heb ik Brothers: A Tale of Two Sons uitgespeeld. Oh ja. En dat is... Ja, dat is mijn Game of the Year. En daar moet heel wat gebeuren. Wow. Wil dat veranderen. Het is echt een van de meest bijzondere games die ik ooit heb gespeeld. Ik kan daar eigenlijk niks over zeggen. Behalve dat het zich onderscheidt in de besturing. Dus je moet dit spel spelen met de controller. Met de Xbox controller speel ik hem dan. En je hebt twee karakters die je bestuurt. Twee broertjes. En... het verhaal, dat is het begin van het verhaal, zie je dat het hun moeder, die verdrinkt. En een van die broertjes, die zit daarover te mijmeren bij het graf van de moeder. En dan roept de grotere broer, de kleinere broer, want het gaat niet zo goed met vader. En dan merk je hoe bijzonder het spel is. Want wat doe je nou met de controle met je linkerhand? Dus je linkerduim met de linker joystick en de linker trigger bestuur je het kleine broertje. En met de rechterduim en je rechter wijsvinger bestuur je de grote broer. En vader ligt op een brancard. Dus om vader te verplaatsen moet je met het broertje naar de ene kant van de brancard. En met het andere broertje naar de andere kant. En dan druk je allebei hun triggers in. En dan doen ze de actie die erbij hoort. En dan ga je dus lopen met z'n tweeën. En zo manoeuvreer je het spel door. Dus je brengt vader naar een dokter en je gaat verder op pad. En door die dingen praat. Dat is een soort gibberish wat ze spreken. Maar het is zo ontzettend emotioneel. Een mooi verhaal. Met prachtige muziek. En goed, ik zal er niet meer over vertellen. Maar dit is weer een staaltje verhaal vertellen in games. Plus die unieke besturing. Die ook een enorm onderdeel uitmaakt van de ervaring. Dus die is ook echt de besturing heeft dus ook een essentiële rol in het verhaal. Ja, speel het. En ga het ontdekken. Of ga ergens kijken als je echt niet wil spelen, maar doe dit. Het is een wereldervaring. Kan dit eigenlijk ook met z'n tweetjes? Ik bedoel, ik snap dat het voor één persoon bedoeld is. Nee. Okay. 100% single player. Nee, en het is uniek, want je bestuurt ze met z'n tweeën. Ah, het is heel goed. Ik kan niets verklappen. Dit moet je echt gaan spelen. Je verknalt al heel veel door iets over het verhaal te gaan
zeggen. Ja, nou, in ieder geval, ik hoor van meerdere plekken dat Game of the Year, dat staat heel hoog op mijn playlist in ieder geval. Poeh, ja, bij mooi. Mij ook inderdaad. Ja. Harry? Nou ja, ik ben langzaam maar zeker weer terug aan het keren in de online wereld. Het zwarte gat. Ja, inderdaad, het zwarte gat. Het gevaarlijke, zuigende activiteit. EverQuest 2 had onlangs, het loopt nog steeds, ook op het moment dat deze podcast uitkomt. Dat het nog loopt is niet het wauw moment. Wat de actie die nog loopt op dit moment is dat als je nu inlogt en nu je opgeeft en nu gaat spelen gratis, dan krijg je ook gratis een level 85 personage. Wat? En dat betekent, kijk, het spel is redelijk oud. Ik geloof 8 jaar oud of daaromtrent. En het is, de oude MMO's worden topzwaar. De meeste mensen zitten op een hoog level. Het hoogste level in het spel is 95. Oh, oké. Ja. En dat betekent dat je, als jij nu gaat beginnen, is hartstikke leuk. Alleen je loopt door verlaten zones heen. En alle uitbreiding en alle nieuwe content, die wordt toegevoegd aan het einde van het spel. Dus, ik heb de actie aangegrepen om een level 85 te maken. En het leuke is, ze geven je eerst de kans om te testdriven, noemen ze dat. Dus je kan eerst een personage helemaal maken naar wens, klasse, ras, de hele mikmak. En dan kan je het 1 level spelen. En als je het wil, kan je hem permanent maken. Als je niet wil, kan je hem weer deleten. Kan je een andere klas uitzoeken. Of je hoeft, niet eens te, je hoeft hem niet eens te deleten trouwens. Je kunt hem ook laten staan. Maar dan moet je echt geld betalen als je die ook wil activeren tot een actief personage. Maar dat kost dan weer wel geld. Oh, maar het, en ze hebben ook, en dat vind ik dus heel clever, een soort tutorial systeem toegevoegd op level 85. Met een aangepaste hotkey bar. En je krijgt een flying mount. En je krijgt de gear die je zou moeten hebben op dat level. Dus je wordt echt heel, alsof je op level 1 begint, maar dan op level 85 heel netjes het spel ingeleid met een quest en een verhaal. En ik vind het erg verleidelijk om daar weer tijd in te gaan stoppen. Ik vind het erg leuk om, want ik heb een hele tijd EverQuest 2 gespeeld. Ik was er erg gecharmeerd van. Maar op een gegeven moment ben ik gestopt, omdat het gewoon me toch te veel tijd kostte om naar die plek te komen waar heel veel mensen waren. En nu heb ik die ingang wel. Dus EverQuest 2, gratis te spelen. En als je nu gaat spelen tot, ik meen, de 25ste van oktober, kun je dus een gratis level 85 personage starten. En als je al gespeeld hebt en je bent gestopt, wat ik dus ook gedaan had, dan kun je ervoor kiezen om een bestaand personage op te waarderen naar 85, of gewoon een nieuwe te starten van 85. Goed. Wat cool. Dan ronden we daarmee af. Wil je, als je luistert nu, denk je van, hey, het zou cool zijn als ze eens een brief van mij in de aflevering voorlezen of bespreken, of dat ik een vraag aan ze stel, stuur even een mail naar mail@gamewijs.nl en dan kan dat gewoon. Denk je van, ik wil ze wel helpen op een hele makkelijke manier, vergeet dan ons niet een rating te geven op iTunes. Je kan uit 5 sterren kiezen en als je dan een review geeft, dan worden we extra geholpen. Dus dat zou heel fijn zijn. Dan rest mij nog Arjan jou te bedanken. Ja, graag gedaan. En bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Jobs done. Well played. Ik dus heel eindelijk, na heel lang nadenken, die PC-versie kopen. Hè? Want €15, dat is voor mij is dat een aankoop. Ik bedoel, hè. Maar, en ik had hem al, dus is dubbel gekocht en zo. Ik denk, nou, ik ga nu mijn eerste video maken. Dus ik sta een spel op. Ik vertel een mooie intro. Ik ga spelen. Na 50 seconden dood. Oké. En deze challenge mag je maar 1 keer proberen. Hè? Dus dan doe ik morgen opnieuw. Dus ik de volgende dag, ik ga weer klaarzetten. Ik doe de intro opnieuw. 1,5 minuut. Dood. Poging 3. Na 4 minuten dood. Dus maar ik moet heel erg wennen aan groot scherm en de Xbox 360 controller. Dus
En het is niet erg als je korte runs oploost, maar ik wil dat mijn eerste run, dat dat toch wel een beetje, dat je denkt van, nou oké, hij kan er wel iets van. Ja. Dus het is een beetje verschrikkelijk. En die frustratie stuur ik telkens naar Bastiaan via Facebook. Van anderhalve minuut staat er dan in all caps.